Nieuw-West heeft niet zo'n hele goede naam misschien. Maar ik ben komen wonen 8 jaar terug in Nieuw-West in Amsterdam en ik werd meteen verliefd op de plek. West is heel licht, ruim en fris en een hele fijne plek om te wonen. En Van Eesteren heeft die plek ontworpen. Ja, maar dit is Vondelpark. We staan in het Van Eesteren Museum aan de Sloterplas, gesticht door vrijwilligers. Wat het Van Eesteren Museum doet, is het gedachtegoed van Van Eesteren, wat hier vast ligt in de wijk, uitdragen. Van Eesteren was een stedenbouwkundige, leefde in de vorige eeuw. En Van Eesteren heeft Nieuw-West ontworpen. Volgens de principes van wat wij dan noemen licht, lucht en ruimte. Het was het geluk en de gezondheid van zeg maar de arbeidersklasse van de jaren 50. Het museum is ontstaan uit mensen uit Slotermeer die de gebouwen, de woningen daar echt als erfgoed zagen. En er werd heel veel opgeknapt, maar er werd ook heel veel afgebroken. En men kwam daar tegen in het geweer en wilde dat erfgoed bewaren. Men zag die waarde van Van Eesteren heel goed. Waar ik het meest trots op ben, is de realisatie van het paviljoen hier. Dus de museumplek eigenlijk die we bezetten. Dat is echt een heel mooi pand, heel open. We organiseren dagelijkse wandelingen, dagelijkse evenementen, dagelijks een woning die tentoongesteld is, die getoond moet worden. Dagelijks hier een expositie in het museum zelf. Dat kan je alleen maar doen met vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is belangrijk omdat vrijwilligerswerk je in voeling laat houden met de maatschappij. Het haalt je uit de bubbel waar je elke dag in zit en zet je midden tussen al die andere mensen, maar waar je dan ook mee in aanraking komt. Dat is wat vrijwilligerswerk voor je doet. Stem op het Van Eesteren Museum!